Liefde gemeente, op hemelsverdag willen we het helsfeit van de thuiskomst van de Heere Jezus in het bijzonder overdenken. Helsfeit, dat betekent het is echt gebeurd, het is een feit. Een feit stel je vast. Feiten kun je ook niet veranderen. Feiten worden bewezen. En daarom heeft de Heer Jezus zijn discipelen, ja, één ontbreekt, er zijn er nog 11, meegenomen naar de Olijfberg. En vandaar werd hij opgenomen naar de hemel. Als het ware omhoog getrokken. 11 getuigen op aarde, discipelen. Ja, eigenlijk waren het er 13 getuigen op de aarde. Want er kwamen ook 2 engelen. Die hebben met hen gesproken en hebben gezegd, hij is thuisgekomen. Dat kunnen we jullie vertellen. Getuigen. Wij lezen dat in bijzondere gemeenten in de versen 50 tot en met 53 van Lucas 24. En Handelingen 1, de versen 10 en 11. Ik wil beide gedeelten nog één keer met u lezen. Het is Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Waar we het woord van de Heere lezen. En hij, de Heer Jezus, leidde hen buiten tot aan Betanië. En waar Martha en Maria en Lazarus woonden. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Nu naar Handelingen 1, de versen 10 en 11. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover. De Heer Jezus gaat naar het Vaderhuis. Dat is het thema. Het Vaderhuis met de vele woningen. En we staan in dat verband stil, gemeente, bij 3 aandachtspunten. In de eerste plaats bij zijn leiding. De tweede plaats bij zijn zegen. En in de derde plaats bij zijn troost. Zijn leiding, daar begint het mee. Vers 50a. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Zijn zegen, al zegenende is hij heen gegaan. En zijn troost. Misschien denkt u wel, waar staat dat woordje troost? Gemeente, dat blijkt uit de vrucht. Dat blijkt uit het feit dat ze hem aanbidden en dat ze vervuld zijn met grote blijdschap. En in de tempel worden gevonden God lovende en God dankende. Dat komt door zijn troost die hij achterliet en hen ook steeds weer geeft. Dus allereerst zijn leiding.
Meent de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat mocht 40 dagen geleden worden overdacht. Toen hebben we stilgestaan bij dit helsfeit. Hij is niet bij de doden. U zoekt hem op de verkeerde plaats, werd het de vrouwen toegeroepen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En toen al heeft hij aangekondigd, toen hij die vrouwen ontmoette, ik blijf hier niet. Maria Magdalena mocht hem om die reden niet vasthouden wat ze wilde. Ze wilden zijn voeten grijpen en daarmee zeggen, nou gaat u nooit meer weg. Nu blijft u altijd bij mij. Nee, Maria. Nee. Ik ga heen naar mijn vader en naar jou, naar uw vader. Naar mijn God en naar uw God. Het is nu wel anders, Maria. Dan moet je wel mee rekening gaan houden. En zo heeft hij zich ook die dag bekendgemaakt aan de Emmausgangers. Zij hield zich verborgen, zodat ze hem niet herkenden. Hij hield hun ogen gesloten, want ze moesten leren ook in hem te geloven en op hem te vertrouwen. Als ze hem niet zouden zien, zoals ze het 3 jaar lang hebben mogen doen. En daarom onderwees hij hen uit de schriften. Hij toonde hen wie hij was en bleef. En hun harten gingen branden van blijdschap, van verlangen, terwijl hij met hen sprak. En gemeente, zo heeft de Heer Jezus hen 40 dagen lang op verschillende momenten onderwijs gegeven. Met woorden, maar ook met bijzondere wonderen. Met beelden. Wie denkt niet aan het wonder dat plaatsvond daar op en bij het meer van Galilea. Toen de discipelen, althans een aantal van hen, gingen vissen. Maar ze die nacht niets hadden gevangen. Geen visje. En toen stond Jezus aan de oever. En hij zei, nadat hij hen gevraagd had om iets van de vis, als beleg, als toespijs. En ze moesten erkennen, we hebben niets. Toen zei hij, werp het net nou eens aan de andere zijde. Dan zult u wel vangen. En ze deden het, ze gehoorzaamden. En het net was vol met grote vissen, 153. Het is de Heere, had Johannes gezegd tegen Petrus. Wat een wonder. Het net bleef leeg en het net werd gevuld door hem. Zo had hij hen geleerd dat ze niets zouden kunnen doen zonder hem. En dat als ze straks mensen zouden gaan vangen, vissers van mensen zouden worden, dat zij die vissen niet in het net zouden krijgen als hij hen daarin niet zou leiden. Als hij die vissen niet zou sturen, als hij de harten van mensen niet zou openen. Wat een les was dat. En zo heeft hij hen, mag ik het zo zeggen, gemeente, gereed gemaakt voor het afscheid. Want hij wil naar huis en hij mag naar huis. Jongens en meisjes, als ik het woordje heimwee gebruik vanmorgen, begrijpen jullie dan wat ik daarmee wil zeggen? Heimwee. Herken je dat? Denk het wel. Je ging logeren. Wat had je er toch een zin in, hè? Logeren bij een vriendinnetje of een vriendje of bij opa en oma. Het was zo leuk. Maar op een gegeven moment dacht je, eigenlijk wil ik ook wel weer naar huis. Naar mama. Naar papa.
naar mijn eigen bedje. En eigenlijk begreep je het niet zo goed, want het was toch heel leuk, dat logeren. Maar het was ook wel weer heel erg fijn om terug naar huis te mogen. Nou, dat noemen we heimwee. Een verlangen naar huis. De Heer Jezus was, mag ik het zo zeggen, hier op aarde logeren. Hij was hier voor een tijd, 33 jaar lang. Ja, dat is best een lange tijd. Maar als je bedenkt dat de Heer Jezus van eeuwigheid is, ja, dan is dat maar een heel klein stukje. Eeuwigheid. Dat is geen 1000 jaar en ook geen 1 miljoen jaar. En ook geen 100 miljoen jaar. Dat is nog veel meer. Nou is dit het hele kleine stukje van 33 jaar op deze aarde geweest. Als je goed luistert naar de woorden van de Heer Jezus, als hij bidt tot zijn Vader in de hemel, dan hoor je steeds verlangen naar zijn Vader daarin doorklinken. Jullie weten vast nog wel wat hij zei toen hij 12 jaar oud was en in de tempel was in Jeruzalem. Toen Maria en Jozef zo gezocht hadden naar hem en ze zeiden, waarom heb je ons toch zo laten zoeken? Wat zei hij toen ook alweer? Hij keek ze aan en zei, maar wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Dan laat hij zien, daar gaat het mij om. Het gaat me om mijn hemelse Vader. Steeds zocht hij de dingen en de eer en de wil van zijn Vader. Dat was zijn diepste verlangen. Om dicht bij zijn Vader te blijven. Om precies te mogen doen waartoe zijn Vader hem naar de aarde had gestuurd. Namelijk om als de tweede Adam en de laatste Adam alles te doen wat nodig is om mensen weer terug bij God te brengen. Weer terug te kunnen brengen bij de hemelse Vader. Door de zonde van Adam kon niemand terug naar de hemelse Vader. Want de Heere, de hemelse Vader, had gezegd wie de zonde doet, wie van de boom eet, zal de dood sterven voor altijd. En daarom moest er iemand in de plaats van Adam en van al de zondaren gaan staan. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft nooit gezondigd. Nooit. Niet één zonde gedaan. En daarmee had hij de wet gehouden. Was hij gehoorzaam gebleven. Maar hij heeft nog meer gedaan. De zonden die gedaan waren, daarvoor heeft hij geleden en is hij gestorven. Voor de zonden van al die mensen die teruggebracht moesten worden bij de hemelse Vader, die zalig worden. En nu is het zover dat hij weer terug kan. Hij heeft het gebeden. Vader, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat had hij gebeden. En dat gebed zou zijn hemelse Vader ook verhoren. Want alles, alles was voldaan. En oh, wat verlangde de Heer Jezus om naar huis te gaan. Oh, wat
wat verlangde de hemelse vader om zijn zoon naar zich toe te trekken. O, wat verlangden de engelen dat de Heer Jezus terug zou komen in de hemel. Hij komt thuis. Hij komt thuis, zo heeft het geklonken in de hemel. Nu gaat hij voor de laatste maal op aarde zijn discipelen voor, zoals hij dat eerder zo vaak had gedaan. Nog eenmaal zal hij hen leiden, ja, met een lichaam. Want die leiding, dat zullen we straks horen, die blijft. Maar nog eenmaal gaan ze met hem mee. Daarvan schrijft Lucas. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Ze gaan de stad uit. Jeruzalem. Uit. Een afdaling maken door het Kedrondal. En aan de andere kant van het Kedrondal ligt de Olijfberg, waar het dorpje Betanië is te vinden, waar Lazarus en Martha en Maria woonden. En vanaf dat plekje daar vlakbij Betanië, gemeente, daar heb je een goed uitzicht. Daar laat hij ze nog één keer zien wat hij heeft gedaan voor hen en voor al de mensen die in hem geloofden, zoals Abraham en David, en die nog in hem zullen gaan geloven, zoals Lydia en Aquila en Priscilla. En ik hoop dat u zegt, en voor mij. Ja, dat is de bedoeling, gemeente. Dat u dat ook steeds mag zeggen. Ook voor mij. Kijk eens, vanaf die Olijfberg, kijk eens in de richting van het zuiden. Wat zie je daar liggen? Welke plaats? Bethlehem. Broodhuis. Als het helder weer is, kun je dat zien liggen. Er staat tegenwoordig een geboortekerk. Wat tegenwoordig al eeuwenlang. Daar heeft het geklonken. Uit engelenmonden. Hij is geboren. Hij is geboren. Kind, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. God geopenbaard in het vlees. Klein kindje, liggend in de kribbe. Gewonden in doeken. De herders zijn gegaan en hebben het kind aanbeden. Brood. Levend brood. Zou Christus later zeggen, dat uit de hemel is neergedaald. En daar helemaal onderin, gemeente, wat ligt daar? Oh, dat weten de discipelen nog zo goed. Daaronder aan de voet van de Olijfberg, die hof, Gethsemane, daar hebben ze hem horen klagen, worstelen met zijn hemelse vader. Daar hebben ze gezien hoe hij bloed heeft gezweet. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat zullen ze zich ook wel geschaamd hebben als ze eraan terugdenken hoe ze daar hem verlaten hebben allemaal. Ze zijn weggerend en lieten hem achter. En als ze iets hoger kijken,
dan zien ze Jeruzalem liggen. Daar. Daar, de rots Golgotha. Daar heeft hij gehangen. Als een vervloekte. De aarde die hem niet wilde dragen en de hemel die hem niet wilde ontvangen. Daar hebben ze hem horen roepen. Klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar ze hebben het ook gehoord. Het is volbracht. Wat is er volbracht? Oh, dat mogen ze later gaan verstaan. Nadat ze gegaan waren naar die tuin vlakbij die rots, bij Golgotha de graftuin. Toen ze hem zochten om hem de laatste eer te geven, om zijn lichaam, het zo beminde lichaam, te balsemen. Hij was daar niet. Hij is opgestaan. De dood kon hem niet houden. O, wat een vreugdevolle dag was dat. Hij is niet bij de doden, maar bij de levenden. En toen die avond heeft hij hen alles verklaard. Toen ze bij elkaar waren. Toen heeft hij hen zijn handen getoond. Toen heeft hij hen de schriften uitgelegd. De Zoon des mensen moest lijden en sterven. En in het graf gelegd worden. En op de derde dag opstaan. Voor jullie, voor u, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan verstaan ze het gemeentetem, zoals ze het nog nooit hebben gezien. Hij deed het voor mij. Ik dus doodschuldig, maar hij spreekt mij vrij. Hij leidde hen tot aan Betanië. Mag ik u die vragen stellen? Heeft hij u ook al geleid? Langs al die plaatsen waar hij moest komen om voor zondaren de zaligheid te verdienen? Meten de Zoon van God, de Heer Jezus, gaat naar het Vaderhuis. En we hebben gezien, hij deed dat terwijl hij de leiding nam. We stonden stil bij zijn leiding ten aanzien van de discipelen. Hij heeft hen 40 dagen voorbereid op zijn naderend afscheid van hen. En zijn naar huis gaan. Wat hij trouwens ook al eerder had gedaan. Uw ziel worden niet ontroerd. Toen heeft hij gezegd, ik kom weder tot u. Hij had ze ook al voor zijn lijden en sterven erop gewezen dat hij terug zou gaan naar huis. Maar nu is het zover. En hij heeft hen nog de laatste dingen heel persoonlijk gezegd die ze moesten doen. Blijf in Jeruzalem. En verwacht de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want u zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. Dat is de eerste opdracht die hij hen op het hart bindt. Blijf in Jeruzalem. Heel belangrijk. Verwacht daar de Heilige Geest. Pinksteren. En het tweede, jullie zullen mijn getuigen zijn. Gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Jullie moeten de mensen gaan onderwijzen in alles wat ik heb gedaan en wat ik doe. In wie ik ben en wie de hemelse Vader is en wie de Heilige Geest is. Dat moeten jullie gaan doen. Preken. En terwijl hij dat nog vertelt, gemeente, dan plotseling, dan zien ze dat hij
dat hij losgemaakt wordt van de aarde. Het is alsof sterke touwen hem omhoog trekken. Hij gaat omhoog tegen de wet van de zwaartekracht in. Hoe gaat hij omhoog? Ja, dat is Gods kracht, gemeente. Daar kunnen wij met ons gewone verstand niet bij. Dat gaat boven het normale. Dat is het werk van God. Kunnen we alleen maar verwonderd over zijn. Heer, u bent de Almachtige. Maar we lezen iets meer nog over hoe hij ten hemel gaat. Weet je, er staat niet dat de Heer zo ten hemel voert. En ook niet zo, maar zo. Zegenend. Hij zegende hen, staat er. Zoals u aan het eind van de dienst ook een zegen meekrijgt. Zijn zegen meekrijgt. De zegen van de Heer. Men denkt wel aan de Aaronitische zegen die werd uitgesproken door de priesters, die ik straks ook zal uitspreken. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Die zegen. Die ook gaat over het behoeden door de Heer. De Heer zegen u en behoede u. Zegenen, gemeente, wat betekent dat? Wat is nou eigenlijk zegenen? Ja, wij doen het ook wel, denk ik, onderling, zonder dat u dat woord gebruikt. In dat opzicht zijn we misschien ook wel iets kwijtgeraakt, hè? Dat we dat woord niet gebruiken. Wij zeggen vaak van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren. U zou best iets meer mogen zeggen. De Heere zegene je. En hij behoede je. Waarom zou je dat niet zeggen tegen je kind? Van harte, mijn kind. De zegen van de Heere, dat de Heere jou alles geeft in dit leven en voor na dit leven. Voor je lichaam en voor je ziel. Dat je de Heere mag kennen en vertrouwen. Dat je de Heere mag liefhebben en de Heere mag dienen. Dat je getroost mag leven en getroost mag sterven. Dat is zegenen. Dat is goed spreken over iemand. Omdat God goed spreekt over mensen. Over zondaren. Ja, dan komt het, gemeente. Dan komt het eigenlijk tot ons in een tegenstelling. Want de Heere moet zeggen, er rust een vloek op deze aarde. Een vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Dat is het tegenovergestelde van zegen. Maar in Christus Jezus kan God goede dingen over iemand zeggen, over zondaren zeggen. In Christus Jezus kan de Heere zeggen, ik laat je mijn aangezicht weer zien. Een aangezicht dat niet verwrongen is van toorn, dat zich moet afwenden van u, maar dat zich weer toewendt, dat zich tot u keert. God
Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Ja, daarom kan de Heere ons genadig zijn. Genadig zijn, gemeente, dat kan hij alleen omdat er één is geweest. Omdat deze, die al zegenend heen gaat, de rekening volledig heeft betaald. Dat spreken die woorden, of nog meer die handen. Die handen van Jezus, gemeente. Kijk er eens goed onder. Kijk er eens goed onder. Wat zien de discipelen? Als hij nog dicht bij hen is, wat zien ze als hij hen zegent? Dan zien ze toch de littekenen. Die littekenen, de tekentaal van de littekenen. Ik aan het vloekhout. Ik de vervloekte. In uw plaats. Ik ben vrijwillig de weg gegaan van Bethlehem naar Golgotha. Neem dan mij en laat deze heen gaan. Deze handen hebben geworsteld voor hen. Deze handen hebben zich uitgestrekt om doorboord te worden. Deze handen hebben gebeden. Vader, bewaren. Deze handen hebben zich ontfermd over hen. Handen, milde handen. Meent u, denk eens na. Mediteer er vandaag eens over die handen van de Heer Jezus. Wat hebben die handen voor de discipelen gedaan? Maar wat hebben die handen ook voor anderen gedaan? Jongens en meisjes, als je nou vanmorgen moet denken aan de handen van mama, wat denk je dan aan? Wat hebben die handen allemaal gedaan voor jou? Wat deden die handen? Denk eens na. Die handen hebben jou, toen je het nog niet eens besefte, vastgehouden, geliefkoosd, gekleed, gevoed. Die handen hebben jou steeds beschermd. Die handen, die pakten jouw handen. Als je bang was. Die handen gaven jou steeds weer wat je nodig had. Die handen zwaaiden jou uit als je wegging naar school. Die handen verwelkomden jou. Die handen zochten altijd het goede voor jou, ook als je het niet zag. Die handen waren gevouwen voor jou. En ik hoop nog steeds, als je een moeder mag hebben en een vader mag hebben, maar denk nou eens aan de handen van de Heer Jezus, die meer is dan een moeder, die meer is dan een vader. Hij is een volkomen moeder, een volkomen vader. Zegt de profeet Jesaja. Milde handen. Handen die ook nooit loslaten. Deze handen, gemeente, duwen nooit weg. Jawel, deze handen moeten ook wel eens vermanen. Zoals moeder wel eens een hand opheft, dat is niet goed wat je nu doet. Zo moet hij, gemeente, ook zijn hand wel eens opheffen. Maar dat doet hij uit loutere liefde. Opdat je zult gehoorzamen. Opdat je getrouw zult zijn. Opdat je juist niet bij hem weg zult gaan. Handen. Al zegenend ging hij heen. Wat betekent dat, gemeente?
voor de discipelen. Wel, dan kom ik bij de laatste gedachte. Die troost. Mag ik dat zo zeggen? Hij gaat niet alleen al zegenend heen, maar hij gaat ook al troostend heen. Ja, dat is de grote troost. Waarvan onze catechismus ook heeft willen verwoorden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Maar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar, en dan komt het, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Die zegenende handen, die bewijzen dat. Ik blijf bij jullie, ook al zien jullie me straks niet meer. Mijn handen veranderen niet. En wat ik hier op aarde voor jullie deed, dat doe ik straks in de hemel ook. Meentje, ik ga weer even terug naar onze kinderen. Stel, jongens en meisjes, je zit op school en je ziet mama niet. Denk je dan dat mama niks meer voor je doet? Nee. Nee, toch? Nee, mama gaat misschien wel je kleren wassen en je bed opmaken. En je eten koken. En mama kijkt op het horloge, hoe laat gaat de school uit? Oh, ik moet mijn meisje of mijn jongen op gaan halen. En zo doet papa ook. Ook al zien ze niet, je weet, ze zijn er toch voor mij. Dat twijfel je toch helemaal niet aan? Weet je, zo is het nou ook. Als het gaat om de Heer Jezus in de hemel. Hij zegt, wat ik allemaal op aarde heb gedaan, zichtbaar voor u. Dat breken van het brood, zodat iedereen te eten kreeg, dat doe ik ook vanuit de hemel. Ik geef u te eten en te drinken. En de zieken die tot mij kwamen. En die ik heb wel gedaan, die ik heb genezen. Dat werk doe ik ook vanuit de hemel. En toen ik mensen riep tot mij. Zoals een Levi, kom uit je tolhuis, volg mij. Dat doe ik nog. Mensen tot mij trekken. Als ik eenmaal verhoogd zal zijn, zei Jezus, zal ik ze allemaal tot me trekken. En dan bedoelde hij het kruis. Hij zal ze trekken tot zijn kruisverdienst. Maar dat doet hij ook vanuit de hemel. Zoals hij die moordenaar naar zich toe trok. En zoals hij die hoofdman over 100 naar zich toe trok. En zoals hij later Jacobus naar zich toe trok. En Paulus. Dat werk, gemeente, dat blijft hij doen. Ja, als ik Paulus noem, dan ben ik al eigenlijk zover. Paulus heeft Jezus niet meegemaakt zoals de andere discipelen. Toen was hij al in de hemel. Dat werk doet hij nog, gemeente. Oh, ga al die gebeurtenissen maar langs. Lees je Bijbel op deze manier. En bedenk, hoe gingen zij tot de zaligmaker? Zo komen ze nog tot hem. Zo werkt hij nog. Zo werkt hij berouw in de harten van mensen. Zo laat hij ze zien wat ze missen als ze niet in hem geloven. Zo toont hij hen hun armoede. Zoals die jongste zoon, die verloren zoon, moest belijden. Ik ben straatarm. Door eigen schuld. Maar ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik ga naar huis. Ik ga terug. Weet je, dat werk. En mensen verblijden met de kennis aan hem. Dat. Nou,
Dan kom ik bij zondag 49. Zondag 18, vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat is de nuttigheid? Wat is het nut dat hij nu in de hemel is? Nou, dan worden er drie antwoorden genoemd. Meet in die drie, probeer die te onthouden. Wat is het eerste? Nou, ik lees het u voor. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Dus het eerste wat u moet bedenken is dat als de Heer Jezus in de hemel is, dat hij de grote advocaat is. Die pleit bij zijn vader. Die als het gaat om de schuld vanwege mijn zonde tegen de vader zegt: Vader, ik heb betaald. Ik voor hem. Ik ben in zijn of in haar plaats gaan staan. U kunt de zonde aan die jongen en dat meisje niet meer toerekenen. Want die hoort bij mij. Die is aan mij verbonden door het geloof. Door wedergeboorte. Dat wordt hiermee bedoeld. Dan het tweede. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Dus wat is dat? Gemeente, hij is heen gegaan als mens van vlees en bloed. Daar moet u aan denken. Zo moet u hem zich voorstellen. Niet als een geest, maar als een echt mens. Waarachtig mens en waarachtig God. Jawel, met grote heerlijkheid. Johannes heeft het gezien op Patmos. Hij viel als dood voor zijn voeten. Zo heerlijk was hij. Maar zijn lichaam is echt, gemeente. Een lichaam dat niet kan sterven, maar wat wel hetzelfde lichaam was als wat gestorven was. Waarmee aan het kruis was genageld. Een lichaam ook met een heel spijsverteringsstelsel. Met hersenen. Hij heeft gegeten en gedronken. Ik las in de Waarheidsvriend een hele mooie meditatie van dominee Bart. En die legde daar een volle nadruk op. Hij zei: denk erom, ja, dat lichaam net als ons lichaam is. En dat in zijn lichaam ook alle enzymen zijn. En schimmels die nodig zijn om voedsel te verteren. Ja, dat is niet klein van hem denken, dat is juist groot van hem denken. En dat lichaam, gemeente, niet ondermaats is, dat het minder waardig is. Dit lichaam is door God zelf geschapen en door God gewild. Vindt u niet een heel vertroostende gedachte? Dat als u uw geliefde, als die in de Heer Jezus mocht geloven, moet gaan begraven, dat hij zo zal worden opgewekt. En dat lichaam straks ook te zien zal zijn. Ziel en lichaam, net als Christus in de hemel is. Zoals hij in de hemel is, met dat lichaam zo zullen al zijn kinderen er ook komen. Ik kom weder tot u en ik kom u opwekken naar lichaam en ziel. Jawel, de ziel mag bij het sterven al naar die heerlijke plaats gaan. Maar die ziel zal weer in het lichaam terugkeren bij de opstanding. En dan ten derde, gemeente. Het derde is dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Wat betekent dat? Wel, door het zenden van de Heilige Geest gaan al Gods kinderen het primaat leggen bij het mogen zijn van een inwoner van de hemel. Van het zijn van een inwoner van het nieuwe Jeruzalem. Daar ligt het accent op in je leven. Ook al moeten ze, dat is waar, hier op aarde allerlei taken doen. En ook al kunnen ze soms zo ver van hun plek zijn. Dat is ook waar dat ze
Dat ze veel meer de dingen zoeken hier op aarde dan die hierboven zijn. Maar daar komen ze wel weer op terug. Dan wordt het wel weer anders. Want dat is waar de Heilige Geest voor zorgt. De dingen zoeken die boven zijn. Waar Christus mee bezig is. Ze richten zich op het toekomstige. En daarom verlangen ze ook naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Om met hem te mogen zijn. Zoals ze nog nooit zijn geweest. Volmaakt. Zonder vrees. Zonder pijn. Zonder moeite. Om hem te mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid. Gemeente, dat is de troost waar de discipelen alleen mochten delen. Daarom gaan ze terug naar Jeruzalem nadat er twee engelen zijn gekomen uit de hemel. Die hen ondersteunden, die hen nog eens bemoedigden. Die zeiden, hij is thuisgekomen. Jullie moeten hier niet blijven, maar jullie moeten terug naar Jeruzalem. Denk aan de woorden die hij heeft gesproken. Weet je, wat was dat een extra versterking voor hen? Ze mochten hiermee ook zo opmerken dat Jezus hen niet vergat en dat hij deze engelen zelf had gestuurd. Het is het werk van de Heilige Geest. Die maakt dat ze niet bedroefd, maar vol vreugde nu mogen terugkeren. Verwachtend de vervulling van de belofte die de Heer Jezus hen had gedaan. En dat hij dezelfde zal blijven voor hen. Ook al was het niet veilig in Jeruzalem wat betreft hun lichaam. Want ze zouden gezocht worden door de leden van het Sanhedrin, door de schriftgeleerden. Maar ze waren niet bevreesd, want hij zou hen leiden en behoeden. Hij zou bij hen blijven. Ik las bij Dominerel gemeente en daarmee wil ik besluiten. Laat onze ziel dan altijd steunen op het genadige hart van Christus. Want zo is hij gegaan, zo is hij gebleven. Wij zullen nooit een hart vinden dat teerder, dat meer liefhebbend, dat geduldiger, dat medelijdender en vriendelijker is. Hij vertrok al zegenend. Wij mogen ervan verzekerd zijn dat hij barmhartig is, terwijl hij aan de rechterhand van God zit. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Een zaligmaker die bereid is om te zegenen, overvloedig in zegeningen. Amen.